Goedendag. Ja, afgelopen nacht een heldere, warme nacht. En lokaal werd er ook weer noorderlicht gezien. Weliswaar met het fototoestel. Maar het ziet er altijd prachtig uit. En er waren natuurlijk ook vallende sterren te zien. Ook komende nacht kan dat nog wel. Ja, en verder vandaag natuurlijk een bloedhete dag. Het wordt de heetste dag van dit jaar. Temperatuur gaat oplopen tot ruim boven de 30 graden. In vrijwel heel het land. Lokaal misschien zelfs wel 35 graden. Vandaar deze prachtige zonnebloem. En misschien heeft u het al gezien. Er komt ook net een bijtje aan vliegen. Laten we de weerkaarten er maar eens bij gaan pakken. Een hoge drukgebied ligt boven Centraal Europa en zorgt vandaag voor die zuidelijke stroming waarin die zeer warme lucht wordt aangevoerd. Temperatuur gaat dan ook flink oplopen in het westen van Europa. En we krijgen te maken met temperaturen boven de 30 graden. Morgen dan wordt die warmte wel verdreven, want dan gaan er weer een aantal buien tot ontwikkeling komen. Stevige onweersbuien. En dan komen we geleidelijk aan in een westelijke stroming. Hier is dat te zien. En dat is niet eens al te slecht hoor. Ja, woensdag nog wel een paar buien. Maar donderdag ziet er eigenlijk wel weer heel goed uit. Dankzij die uitloper van dat hoge drukgebied. Alleen dan is het niet meer zo heet als vandaag. Nou, ik gaf het al aan. Vandaag gaat die temperatuur hoog oplopen. In het noorden rond 30 graden. Dieperland inwaarts gaan we naar 32 tot 34 graden. Ik sluit niet uit dat ergens in het oosten van Brabant of Limburg misschien ook nog wel de 35 graden wordt aangetikt. Waait een matige wind uit oostelijke richtingen. De zon die schijnt volop. Ook vanavond is dat het geval. Het blijft heel lang heel warm. En niet alleen in de avond, ook vannacht zal het zeer warm zijn. Op diverse plaatsen wordt het een tropennacht met minima boven de 20 graden. En misschien kunt u dan wel slecht slapen. En is het een idee om toch nog even naar buiten te kijken als het helemaal donker is. Want ook komende nacht moet u er rekening mee houden dat er toch wel wat vallende sterren te zien zijn. En dat levert mooie plaatjes op. Zeker in combinatie hier met dat noorderlicht dat afgelopen nacht te zien was. Prachtige foto. Temperaturen dus wel heel hoog komende nacht, rond de 20 graden. Er trekken ook af en toe wel wat wolkenveldjes voorbij, maar dat is vooral hoge bewolking. Ik denk dat eventuele vallende sterren echt wel goed te zien zijn. En dat kunnen er tientallen per uur zijn. Heel misschien toch nog even benoemen dat er in het uiterste zuidwesten van het land een enkele bui misschien komt binnendrijven vanuit België of Noord-Frankrijk. Ik durf dat niet helemaal uit te sluiten, maar de kans is wel heel klein. En dan morgen, dan gaat die temperatuur weer als een speer omhoog. Zeker in de oostelijke helft van het land gaan we weer boven die 30 graden uitkomen. Het wordt ook veel benauwder, de lucht die wordt ook vochtiger. Ja, en dat betekent toch wel dat er uiteindelijk ook buien tot ontwikkeling gaan komen. Natuurlijk een lokaal karakter, niet heel het land krijgt te maken met die buien. Maar het kunnen wel fikse buien zijn met onweer en ook misschien nog wel hagel en windstoten. Ja, dan is woensdag die warme lucht verdreven. Dan wordt het zo'n 25 graden. Kan er nog steeds hier en daar een bui vallen. Donderdag en vrijdag temperaturen tussen 22 en 24 graden. Met vooral op vrijdag ook nog wel een bui. En die warmte, die lijkt dan toch echt eventjes voorbij. Want ook het weekeinde, dan zien we temperaturen van zo'n 22 graden. Maar zijn er wel weer zonnige perioden. Nog een fijne dag.